op Annaberg, dat kamp werd ook gebruikt als dat wat ze noemden erholingslager, herstelkamp. Mensen die te ziek waren in andere kampen en niet goed verzorgd konden worden, ze kon nooit goed verzorgd worden, dan werden ze naar Annaberg gestuurd om rust te hebben. Maar daar gingen ze dood. In Annaberg, de toestand was vreselijk. Er was een latrine. Dat was een loopplank. Niet op de grond, maar boven de grond. En dat een pad van planken op palen. En langs dat pad waren deurtjes en achter elk deurtje kon je je behoefte doen. Dat speelde een heel. Je behoefte doen was een hele belangrijke gebeurtenis in het kamp altijd. Omdat we allemaal leden aan krampen en zo. En whatever komt. En dan zoek je een wc op. Dat waren geen wc's. Latrine is nog een te mooi woord voor de. Maar in ieder geval, langs dat pad op palen waren deurtjes en achter een deurtje kon je dan zitten op een plank met een gat erin. Maar aan de kant en op de deurtjes kon je namen lezen. Dat betekende, degene die de naam geschreven had, is hier ook geweest. En ik heb verschillende namen gelezen van mensen die ik in Holland, in Rauwveen, waar ik mee in het kamp gezeten heb. De Witteburg, vader en zoon. En Stodel en wel nog meer mensen die ik herkende. Die zijn dus ook door Annaberg heen gegaan. Annaberg was een, wat we noemden een doorgangslager. Daar bleef je niet. Daar werd een transport samengesteld. En die ging naar een andere kamp waar ze nodig waren. Een andere kamp dat mensen nodig had omdat hun kampbezetting overleden of te ziek was. Als ze te ziek waren in het andere kamp, waar ze niet goed verzorgd, goed verzorging is het woord niet. Er was geen verzorging. Maar waar ze ziek waren en niet voort konden, zo moet ik zeggen, dan was Annaberg een van de kampen waar ze naartoe gestuurd werden. Dus Annaberg was een doorgangskamp waar je doorheen ging. Wij gingen er doorheen als transport die net aangekomen was. Maar ik heb daar veel mensen gezien. Je zag dode mensen lopen. Armen en benen zo dun als latjes. Als ze een bril hadden, was dit altijd van hun hoofd af geslagen. En dan droegen ze een glas aan een touwtje om nog wat te zien.